dames en heren. Ik kan u zeggen, ik ga even voor de dames staan. Ik ben het gordijn eigenlijk. En ik ga je even, het is een prachtig. Het ziet er zo ongelooflijk mooi uit. Het is niet dat je zegt, ik neem het mee in de trein, want het is ontzettend onhandig. Maar je legt het voor je op tafel en dan raak je niet uitgekeken. En ten eerste al aan de buitenkant, het is een stofomslag. Dit is het originele etiket van de bonnetrie, wat in de wat overal in zat. En last but not least, dit is een echt kristal uit een van de kristalluchters uit de berg. Dat is echt een top. Nee, dat is een uitje passier. Ik was dat aan het repeteren thuis en ik denk dat ik wel 80 keer de Bijenkorf heb gezegd. En iedere keer hoor ik het zelf, maar het is goed dat jullie het zeggen. Het begint met een B, dat is het enige. Genant, pardon, vakje, dames. Het is natuurlijk, het is een unieke aangelegenheid dit. En dit boek is gekomen dankzij de enorme inspanning van deze twee dames, te weten Vivian Colland en Mariette Koster. En ik zou jullie willen vragen om je even kort zelf te introduceren en wat jullie relatie is met Maison de Bonnetrie. Vivian Colland, de oudste van ons tweeën. Duidelijke relatie met de Bonnetrie. Mijn vader Leo Colland werkte er, mijn broer Jim tot het eind, mijn grootvader Alfred Cohen heeft er gewerkt en de oom, achteroom Jozef Cohen was de oprichter van de Bonnetrie. Dus in die lijn direct ben ik een nakomeling. Bonnetrie was gewoon dagelijkse kost thuis, daar komen we denk ik nog wel op terug. Ik zelf heb gekozen voor een andere carrière in de gezondheidszorg. Maar ik ben altijd zeer in betrokken geweest en bij de Bonnetrie. En toen het verdrietige bericht kwam dat het zou moeten stoppen, toen was eigenlijk mijn eerste gedachte, hoe kunnen we dit vasthouden voor de volgende generaties? Want een herinnering verdwijnt, verloopt, blijft bij ons zitten, blijft bij onze generatie zitten. Maar vooral voor de generaties hierna en voor andere geïnteresseerden bouw ik iets tastbaars. En zo is dat idee ontstaan. En gelukkig was Mariette daar helemaal mee eens. Ik ben Mariette Koster, Mariette Hertz, geboren zoals dat heet. Mijn grootmoeder was de zuster van Rosa Wittgenstein. Dus het is een hele korte lijn. Mijn vader heeft samen met Vivi's vader de leiding gehad. Mijn man heeft de leiding gehad samen met Vivi's broer. Ik heb zelf jarenlang, 35 jaar, de inkoop gedaan. Dus onze lijntjes zijn allebei nogal kort. Dat was het. Dit duurt even, want dat ik... Als het moeilijk is om... Dit is het portret van de oprichter. Dat is Jozef. Jozef Cohen? Ja. Dit. Dat is Rosa. Is mevrouw Wittgenstein. Prachtig portretten. Hele geschilderd door dezelfde schilder. Ja, door meneer de Laguna zijn ze geschilderd. Die was in die tijd een van de schilders voor dit soort dingen. Ze waren, heb ik begrepen uit dit boek, erg geliefd bij het personeel. En ook bij de opening van de nieuwbouw in Den Haag, die wij natuurlijk niet zo goed kennen, maar anderen wel, werd er een matrozenlied gezongen. En ik heb begrepen uit het boek dat er veel gevierd werd altijd. Vele openingen en verbouwingen en jubilea, ook heel veel jubilea zijn er gevierd. Maar dat kwam ook omdat er mensen ontzettend lang in dienst zijn geweest. 12,5, 25, 30, 40 jaar. Dus die hebben allemaal heerlijke jubilea's gevierd. En dit was de heer Cohen,
Wel, hij regeert als soevereine vorst. Hij is spontane huldebeert, waar hij zo krachtig torst het belang van de bonnetrie van al de employés. En ieder die hem hoort of ziet, heeft steeds ontzag, nooit vrees. Wij roemen en wij eren hem als ons patroon en heer. Ja, nou, komt daar nog eens om vandaag. Ja. Kijk, nou, dat is toch leuk. Daar zijn natuurlijk hele leuke dingen allemaal. Maar de sociale functie van het werk en de vrije tijd was op dat moment, was geen, natuurlijk geen televisie en al die dingen meer. Dus mensen besteden na afloop van het werk ook heel veel tijd samen. Er was een toneelclub, er was een sportclub, er waren van allerlei dingen. Dus niet alleen gedurende de werktijd zagen mensen elkaar, maar daarna ook. Ook een koor, geloof ik, hè? Dus dan... Een matrozenkoor. Dit stukje was dus een stukje uit het matrozenlied. Want het matrozenlied dateert al van in het begin. En daar hadden ze ook een koor en daar hadden ze ook allemaal, dat heette ook het matrozenlied, daar hadden ze allemaal matrozenpakjes aan. Heel eenvoudig, met een vijftiger of zoiets. Fantastisch. Maar zoals de bonnetries wij de bonnetrie kennen, wij hier ook, dat is maar een klein clubje langzamerhand. Het clubje wordt steeds kleiner van de mensen die de bonnetrie nog gekend hebben. Maar de bonnetrie is niet altijd zo groot geweest. Want we zijn begonnen in een klein pand in de Kalfstraat. Ja, kistenmakerspand. Nee. Ja. En dat was, nou ja, als je nou ziet, twee ramen of zo. En op een gegeven ogenblik dacht ik, kom. Het is begonnen op de plek waar nu Claudia Streeter staat. In de Kalfstraat. Maar toen was Claudia Streeter nog niet zo groot. Absoluut. Nee. Eén pand. Ja, één lange pijpela staat volgens mij ook ergens een foto in het boek. Een smal pand en al snel werd er uitgebreid naar de plek waar nu de bonnetrie staat. En daar was dus een bestaand pand aan de Kalverstraatkant. En daar is dus het pand aan de Rokinkant tegenaan gebouwd. Met alle problemen die dat met zich meebrengt. En daar weet meneer Selmeijer vast nog heel veel van. Dan, meneer Selmeijer? Meneer Selmeijer is jarenlang binnen de bonnetrie de aannemer geweest. Die moest zorgen dat de boel recht bleef staan. En dat was niet altijd makkelijk. Want een heel oud pand verbinden met een nieuw pand, dat gaf allemaal problemen. Het is dus eigenlijk van klein steeds een stuk erbij, tot er dus een enorm, wat men noemt, modepaleis was tussen de Kalverstraat en het Rokin. En voor de bij die opening ga ik even iets opzoeken. Toen, dat zei ik al, het is niet echt een handzaam toen de bonnetrie weer heropend werd, toen als kers op de taart verkreeg mijn zoon de bonnetrie het predicaat hofleverancier. In advertenties spreekt men liever van fournisseur de la cour. Ja. Okay. Frans is aan het begin van de 20e eeuw belangrijk in de communicatie met de cliëntele. Zoals het er binnen uitzag. Een mooi tapijt bedekt den vloer. In verschillende gedeelten van het magazijn staan heldere gekleurde, door glazen schuifdeuren afgesloten vitrines, waarin keur van goederen zijn uitgestald. Licht in overvloed door een grote lantaarn boven het midden van het gebouw. Voor dag- en avondverlichting is uitstekend gezorgd. De laatste bestaat uit 24 booglampen en meer dan 300 gloeilichten, waartoe de stroom wordt opgeleverd door een in het soeteraan geplaatst dynamo, welke door een stoommachine wordt aangedreven. Ja, dat is een beeld, hè? Ja, dat is een beeld. In die tijd. Ja, over die tijd werd daar veel over verteld aan jullie, ja. Over die tijd. Dit is nog eigenlijk een tijd daarvoor. Daarvoor, de stoommachine, nee. Nee. Maar was dat tapijt? Wat is dat van die tijd? Helemaal goed.
Ja, dat weet ik. Is dat van de tijd? Ja. Dat is een Frans tapijt. Even origineel wat we nog hebben. Het laatste stukje wat we nog konden redden. Kijk eens. En dat is voor de bonnetrie geweven in Frankrijk. En na de oorlog weer herweven weer in Frankrijk. Of het dezelfde fournisseur was, dat kan ik niet vertellen. Maar... kan ik ook nakijken als het thuis heeft. Dat is geweldig. Dat is ook heel bijzonder, want dit moet natuurlijk, hè, dat moet dat niet zijn. Ja, de ene dat je dat hebt meegebracht, dat zijn van die fijne extra's wat je noemt. Hè. Ja. Het ging de firma toch erg voor de wind eigenlijk wel. Hè. Ja. Ze waren zeer geslaagd. Ze waren zeer geslaagd en besloten dus in 1911 om op de huizen, ze hadden successievelijk panden gekocht in Den Haag. En hebben daar in 1911 toe besloten om die clusterpanden af te breken en daar een heel nieuw pand te bouwen. En dat ging in 1913, als ik me niet vergis, open. Ja, ze waren en niet alleen hier geliefd. En ja, dit is een verslag uit het Bataviaans nieuwsblad van 16 oktober 1915. Daar staat een bezoek van een grootmoeder en haar uit Nederlands-Indië overgekomen dochter en kleinkinderen aan Maison de Bonnetrie in Amsterdam. Enkele passages. Hallo, u spreekt met mevrouw N. Och, juffrouw, ik heb zo even mijn dochter en kleinkinderen overgekregen. Ze hebben hun koffer onderweg verloren. Zou u mij zo spoedig mogelijk op zicht wat willen zenden? Wat wollen truien, broeken voor een jongen van 8 jaar en wat eenvoudige jurkjes of plooirokjes en blouses voor een meisje van 11 jaar. Ach, misschien kunt u er ook nog wat kousen voor de kinderen bij doen. Heel graag, dank u wel, juffrouw. Binnen een half uur, de grootmoeder woonde op de Keizersgracht, wordt de doos bezorgd. Ja, maar kinderen, blijven jullie nu vooral eens overal van af, dan zullen mama en ik het wel even uitzoeken. Geef eens dat briefje aan, daarop staat genoteerd wat er in de doos zit. En daar moet ik op aantekenen wat we er weer uithouden. De volgende morgen, om 9:30, gingen we op weg naar de Bonnetrie. Het Koningsplein over, den Heiligenweg uit. En daar stonden we voor het grote gebouw met de prachtige etalages. Een beeldig zacht roze japonnetje van den uitverkoop, van boven tot onder gegarneerd met strookjes van dezelfde stof voor zeer weinig geld, trok vooral Corrie's aandacht. En een wit zijde jurkje met blauwe moezen, wekte het verlangen van Evelientje op. En Henri liep langs de ramen om te tellen hoeveel het er wel niet waren. Ja, kinderen? Met de vadertjeskrant. Ja, kinderen. En willen we eerst even om het gebouw heen lopen. Er is nog zoveel moois te zien. Kijk, jongenspakjes en truien en mutsen, meisjesjurken, avondmantels, blouses en avondjaponnetjes, hoeden. Nu gaan we hier dat straatje in. Dat is dus de straat die nog steeds is. Nu gaan we hier het straatje in. Kousen, sokken, onderrokken, mantels, peignoirs. En hier komen we aan de achterzijde, aan het Rokin. En die is net zo mooi als de voorzijde in de Kalverstraat. Je ziet het wel, jurkjes, pakjes, blouses, van alles. Oh mama, kijk eens wat een leuk manteltje voor mij. Met een ceintuurtje. Mag ik ook zo'n oranje? Zo'n revolutionaire kleur van de feit. Oh nee, die roze is ook beeldig. Alle kleuren zijn er, geloof ik. Neem jij die paarse en dan neem ik die andere. Wilt u ze even aanpassen, mevrouw? En de jonge juffrouw ook? Het is nu tijd voor die manteltjes, mevrouw. En ze zijn zo makkelijk. De wollen zijn warmer en de zijden zijn meer koel. Och, ziet u toch eens hoe dat staat. En hier heb ik er voor de jonge juffrouw mutsjes bij, in dezelfde kleur. Ziet u eens wat een aardig geheel. Te groot? Ach, dat maak ik wel even voor u in orde. Vanavond hebt u het thuis. Heerlijke dingen. Verhalen zijn. De grote kwestie is altijd, wat is de voorkant van het gebouw? Ja.
Dat zou wel, ja. Is dat het Rokin of is dat de Kalverstraat? Toen. Ja, je kwam van de Heilige Weg aanlopen en van daar af was het dus zo tegenaan. De Bonnetrie, de ingang aan de Kalverstraat. Maar qua pand in het gezicht is natuurlijk het Rokin de imposante kant. Ja. Dat zal wel veel zijn. Ik moet u ook iets vertellen van de ateliers. Waar deze mevrouw dat toen in één middag even al 20 man en vrouw op het atelier. En er was nog een apart bond atelier. Waar ook nog eens zeker 10 mannen en vrouwen werkten. En waar men de bondjassen bracht ieder seizoen. Voor de hele zomermaand. Dat ze daar opgeknapt en mottenvrij konden hangen. En dan tegen de winter weer was ze weer opgehaald. Mocht nooit warmer zijn dan 18 graden. Oh ja? Ja. En over welke tijd hebben we het nu? Dat is heel lang geweest. Nou, de bondbewaring was er zeker wel. Nou, dat kunnen wij ons nog goed herinneren. Dus tot in de 1980, 90, zoiets. Maar wat ook heel belangrijk was, waren de verkoopsters natuurlijk. Hè? Want je werd niet zomaar namelijk een verkoopster. Er was een interne training van de medewerkers. Was altijd heel belangrijk voor de bonnetrie. Want de klant is koning en het mag hen aan niets ontbreken. Dit principe was samengebald in het project DOEN. Dat staat voor deskundig, ontvangst, enthousiasme en nazorg. Jazeker. Kijk, want namelijk als je verkoopster zou willen worden bij de Bijenkorf, dan krijg je... Dan kreeg je het volgende papier onder ogen. Wees steeds voorkomend en beleefd, ook tegenover de dames en heren waar u in ons huis als medepersoneelsleden mee in aanraking komt. Dat je die niet afkapt natuurlijk. Wanneer u tot een klant spreekt, kijk die klant dan aan. Lach of giechel niet nerveus, maar neem een correcte, ongedwongen, maar beleefde houding aan. En vergeet vooral niet de klant een stoel aan te bieden. Bedenk, u bent in opleiding tot gastvrouw van ons huis. Bedenk dat in ons huis niemand zo belangrijk is als de klant. En probeer iedere avond zo naar huis te gaan dat u van een van de artikelen uit uw vak iets hebt opgestoken wat u 's morgens toen u kwam nog niet wist. Al is het maar zo'n kleinigheid. Tracht dit 1 week vol te houden, dan gaat er een volslagen nieuwe wereld voor u open. Kijk eens, dat is fantastisch. Probeer niet verkoopster, maar tracht uit alle macht een uitstekend verkoopster te worden. Zo, weet je wat ik maar even zeggen? Nou, those were the days, dat kan je nog heel vaak in heel. Nu krijgen we het hoofdstukje, de bezetting, de oorlog. Wat gebeurde er met de bonnetrie? De bonnetrie moest uit het pand. Er kwam een verwalter en de bonnetrie kon zijn intrek nemen met zijn spullen. Ik weet niet hoe dat gegaan is en ik kan me er ook eigenlijk heel slecht een voorstelling van maken hoe zich dat heeft afgespeeld. Maar zij waren intern bij de Bijenkorf en dan mag je dus eindelijk Bijenkorf zijn. Daar is de bonnetrie gebleven tot de dag van 5 mei 1945, waarin op, ja, voor mij is het altijd een heel bijzonder iets dat zo gebeurd is, de medewerkers die er toen nog waren, dus geen Joodse medewerkers op natuurlijk, hebben zich onmiddellijk verzameld om met z'n allen, 5 mei 1945 is een historische foto, staat het personeel van Maison de Bonnetrie in een lege winkel om de wiede heen. Ze zijn allemaal gerend naar het gebouw. Daar is de verwalter eruit gegooid. Er zijn notariële actes van. En ze zijn dus onmiddellijk naar dat oude gebouw teruggerend. En hoe dat gegaan is en wie ze daartoe heeft aangezet, ik heb geen idee, maar deze foto is
absoluut historisch van 5 mei. Er zit een stukje tussen, dus zodat je die foto niet helemaal in het geheel kan zien, maar je hebt wel een idee daarvan. Hè? Ja. Indrukwekkende foto. Ja, wel. Het hele personeel rondom staat. En dus ook zo'n notaris het weer in handen neemt en al diegenen die fout waren de deur uitzet. Ja, fantastisch. Ik vind ook zo leuk die. Als je nou in Zuid-Afrika of in Australië of ik weet niet wat waar bent en je ziet deze foto, dan weet je toch meteen dat dit de bonnetrie is. Vind ik die rand met die geweldig. Zoiets moois. En die, mag ik iets zeggen over dat boekje in het midden? Want je zei, ja, dat zwiebert nu zo heen en weer. Het hele boek heeft 7 katerns. Dat middenstuk noemen we een katern. En daarin staat heel exact de geschiedenis van die periode beschreven. Op de grote bladzijde staat het met mooie foto's en meer van die mooie citaten. In die kleine katern staat de hele exacte, mooi beschreven geschiedenis van die speciale periode. Ja, die loopt ook chronologisch door het boek. En de rest van het boek is meer opgezet als een tijdschrift met onderwerpen. Dus het gaat opeens over de oude fabrikanten. En dan is het katern wat daarbij hoort, valt dan in die periode. Dus het is, je hoeft het niet achter elkaar te lezen. Je kunt dus zeg maar, als je geïnteresseerd bent in de historie, lees je de katernen. En als je geïnteresseerd bent in de mooie foto's en de andere dingen, dan kijk je dus naar de grote bladen. Wat ik ook heel indrukwekkend vind, is achteraf op zo'n katern, hier van die grote foto waar ze allemaal terug zijn, is een grote plaquette. Ik weet eigenlijk niet waar die hangt. Nog op de hangt trap. Die is er al steeds. De plaquette van alle mensen die in de oorlog zijn vermoord. Vermoord, zegt mevrouw, eenvoudig. Ja. Goed, Den Haag en nog in Den Haag en in Amsterdam. En in Amsterdam. Ja. Fantastisch. En is ook nu blijven hangen. Die is blijven hangen, dat was een voorwaarde. Ja. Nou, het is een monumentaal onderdeel van het gebouw. Ja, nee, maar je had even kunnen denken dat ze dachten van. Nee, dat wilden ze niet. Eerlijk gezegd, ik ben een beetje van na de oorlog. Dus pas na de oorlog ben ik in de bonnetrie terechtgekomen en wel met mijn moeder en mijn zusje. Want wij gingen dan eens in de zoveel tijd winkelen. Ja, dat was ik weet niet, in 1950 denk ik of zo. Ik was zoiets, 55 of zo, dat herinner ik mij. Dat was een enorme opwinding, want we gingen met de tram naar de Munt, we woonden in Amsterdam-Zuid. We gingen met de tram naar de Munt. En dan had mijn moeder zich opgedoft, tot ellende van mijn zuster en mij, want zij had dan een hoed opgedaan. Dat vonden wij zo bespottelijk. Want ze had namelijk een hoedje, het was een rode ves. Weet je wel, zo'n rode ves. En daar had ze een hele grote fazantenveer aan. Dus ze leerde ons dood. Ja. Tot we in de wijk hoor. In de bonnetrie. Ja. Wat moet ik terug doen? Tot we in de bonnetrie kwamen en op de hoedenafdeling en een mevrouw daar zei, mevrouw, een goed hoedje. Toen moesten wij natuurlijk wel capituleren, dat was niet anders. Maar ook daar, vonden we dat toen heel gewoon, maar we hebben het ook over gehad, op de handschoenenafdeling kocht mijn moeder handschoenen en daar stonden we naar te kijken en dan was de juffrouw van de handschoenenafdeling die zette je hand zo op de toonbank en plaatste de handschoenen overheen en dan heel voorzichtig, vinger voor vinger, werd die handschoen naar beneden, ja heren, het is interessant. En die werd dan naar beneden en dan heel voorzichtig, dan moest je proberen of je de vingers kon bewegen. En kon dat niet, dan was er een houten tangetje, een kneeptangetje. En die stak ze er dan in, de hand eruit natuurlijk. En dan stak ze dat tangetje in die vingers van die handschoen en die kneep ze dan in. En dan werden die vingers een beetje wijer. En dan ging je weer precies op zo'n manier, ging je dan weer dat dit tegen. En wat ik ook daar geleerd heb, want ik geloof dat ik mijn eerste BH daar mocht kopen, of nou dat weet ik niet meer helemaal precies, maar in ieder geval, daar was een mevrouw, ik kocht daar een BH en dan
zag je er enige behagen uit of zo. En dan ging je naar een paskamer en deed je haar dus aan. En dan zei de juffrouw, ja, maar even voorover. Ja, even voorover. Nou, voorover. Even voorover. Even de cup vullen. Ja. De cup uitvullen. Ja, dat is fantastisch. En het is de enige manier, hoor. Het is, als je dit leert van iemand in een winkel. Ik doe het altijd. En de mensen kijken je een beetje aan of je gek geworden bent. Jullie hadden nog een heel leuk verhaal. Maar dan weer even. Waar was dat nou? Oh ja, over de centrale kassa. De bonnetrie heeft jarenlang geen kassa's op de afdelingen gehad, maar had een centrale kassa. Een centrale kassa met een cassière die er al heel lang was, zowel in Amsterdam als in Den Haag, met achter zich vakjes op alfabetische volgorde met de namen en adressen van de klanten die op rekening konden kopen. Kassa, die was beneden naast de lift. Naast de lift. Daar ging je, als iemand iets gekocht had, werd het door de verkoopster, je kreeg een doublure van de bon. Daarmee ging je naar de kassa, dan werden de nummers gecheckt of de bovenkant en de onderkant bij elkaar pasten. Mevrouw, dit is uw pakje, werd of contant afgerekend of op rekening. Dan gebeurde het ook wel eens dat er een klant te kennen gaf op rekening te willen kopen, die dan misschien niet, misschien ook wel, bekend was bij de verkoopster. Dan ging het als volgt. Dit is een verhaal uit Den Haag. De verkoopster deed zo op de balustrade. Cassière kijkt op. Verkoopster zorgt dat de mevrouw langs de balustrade loopt en zegt, waarop de cassière zegt, of en op die manier kon je wel of niet op rekening komen. Ja, maar het is logisch. Hebben we het allemaal over de, over de bontjassen? We hebben het wel gehad over de bontjassen en de koele ruimte. Atelier, ja. En als de dames hun jassen kwamen halen, dan werd het van tevoren aangekondigd. Mevrouw Huppelepup komt dan en dan de jas halen. Vaak moest er dan nog eerst even gepast worden of gerepareerd natuurlijk. Hè, dat hoorde er allemaal bij. En een mevrouw had aangekondigd haar jas op moment X te komen halen. Het komt uit de bondbewaring, wordt op de afdeling gehangen in afwachting van deze klant. Mevrouw komt en de jas is weg. Ja, dat gebeurde ook. En dat is niks nieuws onder de zon hoor. Dat is al een hele tijd geleden. Maar ik weet wel dat het een ding was waar we het echt uitgebreid allemaal over hadden gehad. Want zo vaak gebeurde dat natuurlijk niet. Die hing dus gewoon in de winkel te wachten tot de klant. Ja, die hing in een paskamer. En die hele mooie grote paskamer. Maar dan hoeft dat niet even gestolen. Iemand heeft hem gewoon aangetrokken, de deur uit. Het is ook niet iets wat je zo makkelijk meer neemt. Doet hem aan, denk ik. Loop je weg alsof het jij de maand omhoog. Ziet er goed uit. Ja, voor die friends. Ziet er goed uit. Oh, ja. Maar vroeger waren de beelden natuurlijk geen spijkerbroeken in de monotheek. Ja, dat is echt gebonden. Nou, wat u misschien niet weet, is dat Maison de Bonnetrie was de eerste in Nederland die spijkerbroeken verkocht. Dankzij de Amerikaanse relaties die de Bonnetrie had, die haar familie was in Amerika geweest gedurende de oorlog. En de inkopen die we daar deden, er werd na de oorlog met Duitsland geen zaken gedaan, werden er jeans gezien in Amerika. Dus de Bonnetrie moest spijkerbroeken hebben. Nou, dat was prima. Spijkerbroeken werden ingekocht, spijkerbroeken werden verkocht, maar het trok vooral in Den Haag een zodanig publiek aan dat na een jaar of, ik weet niet precies hoe lang de periode is geweest, 3 denk ik, werd besloten dat met het toenemend aantal
wat toen heette Onderwereld, in de winkel, is besloten om de spijkerbroek weer de deur uit te doen. En nou ja, u weet zelf hoe de spijkerbroek verder zijn leven heeft geleid. We kunnen niet meer zonder het leven zonder spijkerbroek ons voorstellen. Maar ik denk dat het zoiets van 1950 is geweest. Waren de eerste spijkerbroeken in Nederland in de bondetrie. Maar hij is daar wel gebleven. Daarna. Hij is toen weggegaan. Ja, toen weggegaan. En toen is hij later weer teruggekomen, uiteraard. Ja. God, ik zoek nog eens, maar ik kan het niet vinden. Het staat in een kapel over de tassen. Over de tassen? Ja. Ze hadden overigens ook een eigen merk, hè? Het huismerk. Madebo. Met Madebo. Het Madebo. Madebo kousen. En later heette het gewoon Bolletrie merk, eigen merk. Ja. Dan heette het gewoon weer zo'n Bolletrie. Niet ook beter, eerlijk gezegd. Ja. Dit was is er weer zo'n foto van zo'n jubileum. Te verrukkelijk, zo'n foto. En dat waren ze. En dat waren dus allemaal verkoopsters. Allemaal medewerkers. Ja. Ja. Mensen bleven heel lang werken en er werd van ieder jubileum echt iets groots gemaakt. Fantastisch. Ja, dank. Ja, het is vreselijk. Ik kan het niet vinden. We straks nog wel een tamelijk interessant stukje. Ja, dat is hier dan weer. De inrichting van de winkel vind ik ook zo fantastisch. Want het is eigenlijk zo kaal, hè, als je foto's hiervan ziet. Het is heel ruim allemaal. Heel wijds opgezet. En als je hier vergelijkt, je kan soms... Je weet, het staat allemaal opgepakt op elkaar. En dit is van een ruimte en een rust en een overzichtelijkheid ook. Maar als we het nu zo zouden hebben, zou je zeggen, het is een beetje kaal allemaal. Ja, maar de kooplust en de koopwoede die we vandaag de dag hebben, die bestond toen niet. Nee. Mensen gingen kopen en deden daar redelijk lang mee. Ja, dat ook. Er waren niet zoveel winkels met een soortgelijk aanbod. Dus de concurrent, die was er niet erg veel. Dus de mensen kwamen kopen. Ze gingen naar de bonnetrie en eigenlijk de meeste mensen die binnenkwamen, waren ook wel klanten. En als ze zich van tevoren aankondigden, dan werd er voor mevrouw of meneer in de waskamer, we praten nu over de 50er jaren, hè, niet meer de laatste 15 jaar, werd het boel klaargehangen. Want als mevrouw bekend of meneer bekend was en de verkoper of verkoopster de maat wist, dan hing het allemaal klaar. En dan werd er gekozen. En dan was het niet zoals wij dat doen. Deur in, deur uit. Kopen, kijken, vergelijken. Is het daar leuker? Is het daar goedkoper? Dat was toen helemaal niet aan de hand. Ik heb hier nog een heel fijn artikel uit de Dameskroniek. Dat zal wel tijdsweer geweest zijn, denk ik. Zo. Uit november 1930. Geruisloos valt de deur achter ons dicht. Een zee van licht uit kristallen kronen. En een weldadige warmte golven ons tegemoet in Maison de Bonnetrie. We beginnen met een nouveauté-afdeling, waar aan lange stangen aantrekkelijke moderne colliers hangen van bergkristal en jade, barnsteen en roze kwarts, in figuren gesneden, aan zilveren kettingen geregen, bijoux die er kostbaarder uitzien dan de prijskartonnetjes verraden, ook veel strass wordt gedragen, vooral in de clip. Gekend de clip, toch? De moderne decoratie die gemakkelijk op hoed of japon bevestigd kan worden, zonder speldegaatjes achter te laten. En verder komen wij in het Tassen, het SCA, het Tassenappartement. Departement. Alweer veel snufjes. Excentrieke snufjes vooral. Het vorig jaar kochten wij tassen van kameleon en struisvogelleer. Dit seizoen heeft men de huid van haai en kaiman, borozo en andere uitheemse vissen en reptielen genomen.
Ook tasjes van soepel gemsleer en fluwelige antilopen vinden een aftrek. Ook voor de petit pois tassen, die in schier eindeloze variatie worden bewerkt, bestaat veel belangstelling. Zakdoekjes. Wie heeft er ooit genoeg? De variatie is zo groot dat men wel aan het kopen kan blijven. De sjaal in fantasiedessin of effe uitvoering blijft populair. En men is ongebonden in de keuze. De wintersportafdeling trekt onweerstaanbaar. U weet natuurlijk dat de moderne jumpers in de rok gedragen moeten worden. Dat alpaca en cashmere wol de aangewezen soorten zijn voor gebreide goederen. De handschoenenafdeling is ook dit weer voor Sint-Nicolaas extra gesorteerd. Doodgewone wollen manten, elegante middaghandschoenen, nappa handbedekking in blauw, rood, geel en groen, zowel als in zwart en bruin en veel zwart en wit. Ziet men ook op handschoenengebied. En vooral 's avonds voor lange handschoenen van glacé of suède met schablonen, beschilderd en met strass bezaaid, met goudleer gebiest, geïnstruqueerd, met kant, men kan ze in elke gewenste tint laten verven, in roze en zacht groen, in turquoise en geel. Nou ja, het is echt fantastisch dat je dat schrijft over een winkel. Heerlijk. En onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar? Waar het dus allemaal van gemaakt is. Ja, nee. En al die verboden vruchten. Ja. Op een gegeven ogenblik vond ze de bijkel dat ze weer ik ga wel met een jute zak over mijn hoofd vertrekken hier. Vond de politie dat ze echt weer vernieuwen moesten. En daardoor hadden ze Wim Crowell aangetrokken. Wim Crowell was een beroemde ontwerper en vormgever. En die zei... Nou, die heeft de etalages open gemaakt. De etalages waren dicht bij de kamertjes, ja. Hè? Maar die heeft ze open gemaakt, de etalages. Het was toen heel vernieuwend dat je zo daar helemaal doorheen kon kijken. Ja, natuurlijk. Komen vanaf de Kalvers aan. Of het ook in. Ja. Nou, we hebben denk ik, zoals we hier zitten, ook allemaal wel de metamorfose van de Kalverstraat en de Heilige Weg meegemaakt. En toen de Bonnetrie in de 60er jaren daar dus stond als een soort van gesloten bastion, moest er dus iets gebeuren. Dus Wim Crowell aangezocht als degene die daar het beste idee van had. En zoals Petra zegt, de winkel werd open gemaakt. Je kon dus dan vanuit de Heilige Weg en de Kalverstraat en ook vanaf het Rokin gewoon naar binnen kijken en zien wat er gebeurde. Want mensen werden er ook een beetje bang van. De grote drempel was altijd van, oh ja, maar ik zie het wel van buiten. Nou, daar binnen, wat daar dan voor eng zou gebeuren. En door die achterwanden weg te halen, konden mensen vanaf de straat zien dat het van binnen niet zo eng was. Hier heb ik een citaat van Wim Crowell. Ik hoop met deze nieuwe middelen bereikt te hebben dat de mooie sfeer die de Bonnetrie heeft, zichtbaar is geworden. Ja, wat mooi. Dat je het dus echt van buitenaf de winkel ook kan zien. Ja, daarmee verdween dus ook het tapijt. Oh ja? Toen ging het tapijt eruit. Ach, wat heeft Wim Crowell bewerkstelligd? Nou, dat heeft hij niet bewerkstelligd, maar echt geworden. Ja. Maar waarom dan? Waarom werd het tapijt dan weggehaald? Het was te druk. De winkel werd voller. Kijk, als je een lege winkel hebt, een relatief lege winkel met zo'n tapijt, dat kan. Maar als er dus meer rekken inkomen en meer goederen en de winkel op zich drukker wordt en je hebt ook nog zo'n druk tapijt, dan leidt het een af van het ander. En dat was dus de periode waarin er meer klanten zelf gingen door de rekken gingen. Kijk, vroeger werd alles aangedragen. En toen gingen de mensen zelf shoppen. En
Als je daarvoor de gelegenheid wil geven en de rekken neer wil zetten, zodat mensen dat ook kunnen doen, dan moet het ook duidelijk zijn wat ze vinden op welke plek. En als het dus heel druk is met veel rekken en veel goederen, en er zit ook nog een druk tapijt onder, dat was de gedachte, van, dan moet dat even zijn en dan kunnen de goederen komen beter tot hun recht. Er zit wel iets in natuurlijk, maar het blijft een prachtige... Is er nou nog een verhaal dat jullie een van tweeën bij is gebleven? Of waar je nou van denkt, god, dat is iets wat ik nog wel heel erg graag zou willen vertellen nog over. Ja, ik vind het is een grappig verhaal, maar de sfeer, de familiesfeer, het was niet alleen familiezaak, maar... De sfeer onderling was ook zo'n enorme betrokkenheid op elkaar. Dat vind ik zelf, dat heeft mij altijd zo enorm getroffen. Hoe betrokken directie met eigenlijk het hele personeel was. Hoe mensen onderling op elkaar betrokken waren op een positieve manier. Ik denk dat dat echt een stuk geschiedenis is. En een stuk historie wat je heel moeilijk kan vangen. Maar wat heel erg belangrijk was. Is ook een sociale betrokkenheid. Voor elkaar, met elkaar. Speciaal pensioenfonds. Ja, zij waren de eerste die een pensioenfonds heeft opgericht voor het eigen personeel. Ja. Dat is heel praktisch, maar die enorme gevoelsmatige verbondenheid, die voelde je gewoon. En die was tot heel ver. En ook na het drama van dat het dicht moest, is het toch ook veel gedaan aan voor het personeel te zorgen. Zeer veel, zeer veel. Ja, het is echt gezorgd dat... zoveel mogelijk, echt bijna alle personeelsleden ergens anders iets konden vinden of heel goed is afgebouwd. Dus heel veel aandacht aan besteed. Hoeveel waren er toen nog in Amsterdam? Dat weet ik niet. Ik dacht dat ten tijde van de sluiting alles bij elkaar, het over de twee filialen, over 120 mensen. Ja, vroeger waren het er meer. Vroeger meer in Den Haag en meer in Amsterdam. Maar er was natuurlijk al gekrompen. Ja, het een beetje uit de oude doos. Dat heeft een beetje betrekking over wat Vivi zegt. De betrokkenheid was niet alleen wat betrof de medewerkers onderling. Maar ook naar de klanten toe. Mensen werkten, doordat ze zo lang in de winkel werkten, wisten ze ook precies in de families wat er was, wat er gebeurde. Nou, daar kan ik beter niet naar vragen, dat kan ik wel zeggen. Jantje had vorig jaar maat 10, dus als een moeder belt, moet ik nu een ziekenzending maken met maat 12. De dochter is 14, dus alles was... betrokken en werd ook heel erg bijgehouden. Er was een beroemde chefin van de kinderafdeling, die had een boekje van haar vaste klanten, waarin ze dus de maten van haar kinderen bijhield, zodat ze ieder seizoen de goede maat kon sturen. En dan hoefde moeder niet met een stel gillende kinderen stappen. Nee, dat ging dan vanzelf. Ja, er werd gebeld. Ze belde op en dan werd het gestuurd. Waar ik zo benieuwd naar ben, is je hebt jarenlang de inkoop gedaan. Ja. Betrof dat het hele assortiment, dames, heren, kinderkleding? Of wat is... Ik heb alles gedaan behalve heren in de carrière die ik heb gehad. En was het zo dat zeg maar een deel van de collectie onder eigen merk werd verkocht? Ja. Want er was ook heel veel wat van andere collecties of andere huizen van. Ik kan natuurlijk. Mijn herinnering is alleen vanuit de tijd dat wij geboren zijn en hoe dat ging. Er werd vroeger ingekocht. In de 50 en 60 jaren was het label nog niet zo belangrijk. Wat we nu de grote labels hebben, de Dior's en de Lanvins en noem het maar op. Dat zijn huizen die zijn Louis Vuitton uitgezonden. Die zijn ontstaan in de 50e jaren. Maar daarvoor waren het gewoon was het feit dat er Maison de Bonnetrie in stond, was voor de klant voldoende garantie dat het mooie spullen waren. En deed het merk er niet toe. Toen kwamen we naar een periode waarin er merken kwamen. En merken hadden de eigenschap om de winkelier te vertellen, luister eens, je koopt dat bij mij voor X, maar ik wil graag dat het over heel Europa of over de hele wereld verkocht wordt voor Y.
Dus daar werd je marge vastgelegd. En naarmate de tijd voortschreed, werden die marges niet meer voldoende om winkels als de onze in stand te houden. Dus moest je zoeken naar artikelen die je zelf ging ontwikkelen, waarbij je marge wat groter was. Dus daarin is het eigen merk niet alleen ook een Maison de Bonnetrie kwaliteit geweest, maar was ook noodzakelijk voor de nodige marge. En wanneer zag je het kantelpunt dat je dacht van nou, dit gaat naar beneden? Dit gaat... Ja, zoiets gaat heel geleidelijk. Hè? En iedereen die een eigen bedrijf heeft gehad of heeft, kent het moment dat je denkt van nou, we proberen het nog even. En op een gegeven moment moet je in de spiegel kijken en zeggen van, wat gaan we dus verder niet meer doen? En wanneer dat gebeurt, kijk, je hebt ook in een bedrijf als dit zijn dalen, maar dan komt er ook weer een piek en dan de tijden veranderen. En ja, je kan natuurlijk de stukken die Petra heeft voorgelezen, kan je je nou dus niet meer voorstellen dat dat gebeurde. Er is er ook nog een dépendance geweest in de Beethovenstraat. Ja, ook. Er is een dépendance geweest in de Rotterdam, in de Beethovenstraat, in Laren, in Heemstede. En hoe was de reactie van het personeel? Wisten ze het? Voelden ze het aankomen dat het ophield? Of, en hoe is dat gegaan? Shock. Ja. En toen op een dag ging er een briefje rond van... Nee, helemaal niet. Nee, maar hele middag moeten jullie allemaal... Nee, het was 21 februari. We hebben als familie hebben wij onszelf verdeeld over de verschillende... over Amsterdam en Den Haag. En toen is het bekendgemaakt aan de medewerkers. Nou, iedereen bij elkaar geroepen en... Iedereen bij elkaar en wij ook allemaal daarbij. Want het zijn geen dingen die je mensen in hun eentje laat beleven. Nee. Ik vroeg me af of dat de hele boel, maar dus één partij in Den Haag en één partij in Utrecht. Nou ja, schokkend natuurlijk. Ja, heel mensen die al 40 jaar werkten. Ja. Onwaarschijnlijk. Zijn er nog vragen? Mag ik vragen? Is het altijd de opzet geweest bij de oprichting? Dat het een zaak van dat niveau zou worden, of is dat langzaam gegroeid? Of was het uitgangspunt meteen al, het moet toch wel een bijzondere zaak worden, want dat is nog altijd geweest. Al snel, maar het is natuurlijk veel kleiner begonnen. Jawel, met dat maar de idee erachter was niet een edel manufactuur zijn. Bonnetrie is natuurlijk wat ze waren ook beide opgeleid bij Heers, die toen al bestond. Ja, dus die en die achtergrond hadden ze. En van daaruit zijn zij wel kwaliteit, maar ze hebben nooit nagestreefd om cultuur te doen. Het moest altijd hele hoge kwaliteit, maar niet cultuur. Maar in de jaren 20 kwam mode uit Parijs en werden lege bonnetrieën, de enorme showcases en enorme grote glazen showcases uitgestald. De prachtige jurken uit Parijs. Dat was wel een hele grote chic. Niet te vergeten, een prachtige pan. Ja. Die meneer Jacot, heet hij, die heeft dus allebei de eerste Heers. Het Heers gebouw op het Leidseplein is van dezelfde architect als allebei de Bonnetries. En niet te vergeten, een prachtig huis aan het Vondelpark, waar de beide dames wonen, nog steeds. Dat hele mooie huis. En dit heeft hij allemaal gedaan. En hij heeft bij zijn leven niet veel prijzen winnen, was in de tijd niet veel langer. Dat weet ik niet. Nee, maar niet zoveel. Maar pas later zijn nu rijksmonumenten geworden. Ja. En allebei de Bonnetries en jullie huis. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar hij heeft het zelf niet meer meegenomen. Iemand nog iets te vragen? Ja, ik wil even een anekdote vertellen. Ja, van de rest. Ik zat na de oorlog in 1946. Ging ik naar de Willemsparkschool. En dat was een redelijke koude kakschool. En tijdens de gymlessen werd er door de meisjes gekeken of die kleren wel van de bon kwamen.
En als ze daar niet van kwamen, dan werden etiketten erin gemaakt. Oh, ah, ja, ja, ja. 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 En mensen die urenlang in de rij stonden voor de uitverkoop, zodat ze toch iets van de bon in die zin. Ja. Ik wil vragen, kunnen jullie ook nog iets vertellen over iets van het restaurant wat in de Bonnetrie was? Oh, ja. He, want dat was natuurlijk een dag. Ja, heel revolutionair, heel revolutionair idee. Ik denk van mijn oom die vaker revolutionaire ideeën had, schoenen en restaurant. En dat was toen eigenlijk idee van nul bellen, hoe kan je nou kleding combineren met eten. Lange tijd overheen gegaan, maar toen het er eenmaal was in Amsterdam met uitzicht op het Rokin en in Den Haag, heel gezellig eigenlijk, midden in de zaak, was dat heel erg leuk en populair. Maar het was wel even een overwinning om zoiets te gaan doen en natuurlijk de voorzieningen ook te creëren. Maar het was wel eigenlijk een heel leuk ontmoetingspunt. En waarom is het opgehouden toen? Toen is een keer teruggekomen. Ja, waarom ze ook weer... Ik kan er nog wel een beetje iets over bij vertellen. Het is geboren uit de behoefte van klanten om niet alleen maar te winkelen. En het is ook geboren uit de behoefte van een, wat dan heet in het vakjargon, van een traffic builder. De mensen moeten niet alleen komen voor de kleding, maar er moet nog meer zijn. En ook toen was eten en kopje koffie erbij. En dat maakte dat mensen kwamen. En al kwamen ze niet alleen voor de kleding, dan kwamen ze in ieder geval om koffie te drinken. Het was een ontmoetingsplek. En mensen vonden dat heel gezellig. En om in die gebouwen te zitten was natuurlijk wel leuk. En ze hoefden dan, konden ze toch naar de Bonnetrie. Ze hoefden er niks te kopen. 9 van de 10 keer kwamen ze natuurlijk toch ergens langs en dachten, oh nou ja, laat ik dat maar meebrengen. En dat was dus precies de opzet van zo'n restaurant. Daar hebben we jarenlang profijt van gehad. En op een gegeven moment, dan kom je, houden mensen op, ze willen het overdoen, het gaat naar in handen van iemand anders over. Wel tevreden, niet tevreden. En op een gegeven moment denk je na. En komt er een moment dat je denkt van ja, die ruimte, dat zijn hele dure vierkante meters daar op de parterre van het Rokin. En dat is natuurlijk heel leuk dat we dat verhuren aan iemand. Maar eigenlijk hebben we die zelf nodig. En dan worden de sommen gemaakt. En dan moet je toch ook bedenken van ja, ga je dat nu uitgeven aan koffie en thee, of ga je die zelf gebruiken? Ja. U bouwt nog eens. Nou, ik wil niet zeggen dat tapijt wat er ligt, daar heb ik als jongetje en als volwassene op geleefd, 18 jaar. Mijn vader heeft 40 jaar bij dit bedrijf gewerkt. En na de oorlog hadden we niets. En na onderduiken, toen heeft mijn vader dat gekregen van de huisknecht. Ach. Dat heette toen zo huisknecht. Ja, meneer Bijen. Meneer Bijen, ja. Ik wil nog iets vragen. Ik had een vraag over het boek. Wat waren jullie bronnen? Was dat een archief van de Bonnetrie? Het hele archief, ja. Eigenlijk was het archief van de Bonnetrie helemaal nog niet gebruikt. Stond in één ruimte, ongesorteerd en wel. En dat is met behulp van het bureau wat we hebben ingeschakeld en de historicus eigenlijk helemaal uitgeplozen. Dus één heel groot bron is het eigen archief. En daarnaast is natuurlijk in het Stadsarchief van Amsterdam en Den Haag ook gezocht naar allerlei belangrijke dingen over de bouw en over historische dingen. En op het moment dat het boek werd gemaakt, waren er nog 3 mensen die Rosa in ieder geval hadden gekend. Er zijn er nu nog 2 van over. Dus we hadden wel ook nog een beetje eigen bronnen van mensen die het echt zelf hebben meegemaakt. Dit boek, overigens, is geschreven naar aanleiding van dat archief door Jeroen Verhoog met zijn bureau. En ik moet je zeggen, heb ik begrepen dat dat een bureau is wat gespecialiseerd is in dit soort klussen, om van een archief
een zoiets te maken als dit. Niet altijd hetzelfde. Zij zijn gespecialiseerd in juist jubileumboeken van familiezaken, familiebedrijven. Nou, maar dit is wel een klap op de vuurpijl. Ja, mede door onze inspiratie. Nee, ja, nee, een hele natuurlijk. Het idee dat jullie besloten hebben. Want je dacht, dit mag niet zomaar verdwijnen, zodat nooit meer iemand er iets van weet. Maar als je er dan zoiets van maakt, ik vind het wel echt heel bijzonder. Het is echt een heel bijzonder boek van Maison de Bonneterie. De Bonneterie, de Bonneterie, de Bonneterie. Dames en heren, deze twee initiatiefneemsters, een applaus voor u.